Ja, we hebben ook nog eigenlijk een getuigenis vanuit vrijdag bij het evangeliseren. En we zijn aan het bidden en vasten geweest deze week. En ja, dat was toch wel een heel bijzonder verhaal, dat eigenlijk iemand langskwam en eigenlijk een einde aan zijn leven wilde maken. En toen zag hij een tafel staan met een gratis bijbelboek en daarop bijbels liggen met de tekst woorden van eeuwig leven. En dat heeft die persoon eigenlijk zo geraakt dat hij zoiets had van volgens mij is God mij een andere kant op aan het sturen. En die kwam in tranen naar ons toe en we hebben een geweldig gesprek gehad. En ja, de persoon heeft aangegeven voor God te willen leven vanaf nu. En hij is hier in ons midden. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Geweldig, geweldig. Hartelijk welkom, broeder. Dus ja, geweldig wat God doet. God is goed. En we willen om je heen blijven staan en voor je blijven bidden. En laten we ook onze liefde aan hem tonen, ook straks na afloop.